ook kent van voetbal of van sport. Gokken op voetbal of op andere sportwedstrijden. Het blijft een kansspel. You win some, you lose some. Dit is professor Bram Constant. En hier aan het departement sportwetenschappen van de UGent is hij een beetje een vreemde eend. Hij houdt zich niet bezig met sporters en hun spiermassa, hun prestaties, maar wel met onderzoek naar sportgokken. Want dat is tegenwoordig razend populair. 576.000 Belgen gokken minstens één keer per week online. In België alleen al werd er in 2020 voor 343 miljoen euro online gegokt. Dat is, by the way, meer dan het jaarbudget van de stad Aalst. Gokken is dus big business. Maar voor wie is dat goed nieuws? Voor iedereen die gokt of voor de gokbedrijven? Kan je rijk worden met sportgokken? De kans dat jij heel veel geld gaat verdienen is bijzonder klein. Je zult al heel veel geld moeten inzetten en heel veel geluk hebben. Het is vooral de gokindustrie die daar rijk van wordt. Zij worden eigenlijk slapend rijk. Wij zijn de Universiteit van Vlaanderen. En vandaag trekken we naar het dak van de sportcampus van de Universiteit van Gent om het met professor Bram Constant te hebben over sportgokken. Waarom doen mensen dat eigenlijk? Ze vinden dat heel leuk, heel spannend. Het voegt een extra dimensie toe aan het kijken naar sport. En dat is ook altijd zo geweest. Men heeft altijd al gegokt op sportwedstrijden. Al van in de oudheid gokte men op wagenrennen, op boksen, op ganengevechten en dergelijke meer. Maar er is wel iets fundamenteels veranderd de laatste 20 jaar. Waar je vroeger nog naar een groezelig café of een wat marginaal achterafzaaltje moest om te kunnen gokken bij je boekmaker. Bookmaking is a most profitable enterprise for organized crime. Kun je nu altijd en overal ter wereld gokken, zolang je maar verbonden bent met het internet. Eigenlijk heeft iedereen nu een gokkantoor in zijn of haar broekzak, een casino, waar je continu op van alles kunt gokken. Er zijn verschillende opties, verschillende apps, waarbij je bijvoorbeeld vanavond kunt gokken op Cercle Brugge tegen Sporting Charleroi in de Jupiler Pro League voetbal. Maar ook nu kunt u bijvoorbeeld gokken op tafeltennis in Tsjechië of e-sports in Noord-Europa of zelfs darts overal ter wereld. Vroeger gokte je enkel op de einduitslag van de voetbalwedstrijd of een sportwedstrijd. Nu kun je bijna op elk aspect van die wedstrijd gokken, de zogeheten microbets. Je kunt met een kleine inzet van 1 of 2, 3 euro gokken op de einduitslag van de wedstrijd, maar bijvoorbeeld ook op tijdstip van het volgende doelpunt, tijdstip van de volgende wissel, het aantal doelpunten verschil. De opties zijn bijna eindeloos. En zo word je continu gezogen naar je scherm om te blijven inzetten. De drempel is ook vrij klein. U kunt beginnen met 1 euro of 2 euro, maar dan bent u wel vertrokken. Je kan dus vanuit je luie zetel dag en nacht gokken op alles wat beweegt. Voor maar een paar euro, als je wil, waardoor het natuurlijk wel heel verleidelijk wordt. Vooral jongeren zijn heel erg bezig met het gokken op sportwedstrijden, omdat het voor hun ook echt wel een extra dimensie toevoegt. En er is eigenlijk volgens Brits onderzoek een nieuwe generatie sportfans, vooral mannelijke sportfans, aan het ontstaan, die eigenlijk niet langer kunnen genieten van te kijken naar sport wanneer ze daar niet zelf bij kunnen inzetten. Wat pijzen, met die verdedigers en die keeper? Ja, die krijgen geen goal binnen vandaag. Hè? Alleen met die regen, vergeet het. Oké, okay, ik zal er dus misschien niet stinkend rijk van worden, maar het is gemakkelijk, het is keiplezant, ik ben een beetje een voetbalfreak, ik volg alles wel op de voet. Dus misschien kan ik er met mijn kennis toch wel iets aan verdienen. Nee? Ja, als je reclame voor sportwedenschappen ziet, dan krijg je het foutieve beeld dat alles leuk, fun en risicoloos is. En dan zie je bijvoorbeeld een groep vrienden in de sofa die het heeft over hun sportwedstrijd en hun kennis daarover. En eigenlijk geven zij de mythe weer dat je uw kennis over sport kunt omzetten in financieel gewin. Maar het onderzoek blijkt dat er geen enkel verband is tussen uw kennis van sport en winst bij sportwedenschappen. Uiteindelijk verlies je in de long run altijd geld. De marketing, de reclame, speelt ook heel sterk in op die mythe. Zo heb je bijvoorbeeld in heel veel apps de mogelijkheid om gratis advies te krijgen van experts, van analisten, van beroemde sporters die je helpen vermoeden dat je kunt winnen met gokken. Zeg eens, het is moeilijk om te zeggen, maar een buikgevoel. Wat denk jij? Golden State heeft vorig jaar die titel gewonnen op ervaring. They know what it takes. Het grootste probleem van gokken is dat het minder onschuldig is dan het lijkt. Verslavingsexperts zeggen soms het is een hidden addiction, een verborgen verslaving. Altijd verder willen gaan. Het zit in ons. Het is veel minder zichtbaar dan bijvoorbeeld alcoholverslaving of drugsverslaving, maar het kan evengoed verwoestende gevolgen hebben. Uit recent onderzoek in Nederland weten we bijvoorbeeld dat spelers, gokkers,
gemiddeld 153 euro per maand verlies maken. Dat is meer dan 1800 euro per jaar. Die gevolgen zijn echter niet alleen financieel van aard, maar kunnen ook betrekking hebben op vriendschappen die doorbroken worden, op families die uit elkaar getrokken worden, depressie, angsten en zelfs zelfdoding die direct gelinkt kan worden aan gokken en gokverslaving. Online sportgokken is dus niet zonder gevaar. En we moeten niet klakkeloos geloven wat Jean-Claude Van Damme ons probeert wijs te maken. Jij en ik, we zijn een team. Maar wat moeten we dan doen? Het afschaffen? Gokken moeten we zeker niet verbieden, maar we moeten wel die ongebreidelde zichtbaarheid en promotie in vraag stellen. Ik denk dat we vandaag kijken naar bijvoorbeeld tabaksreclame als iets ondenkbaar en binnen 20 jaar kijken we naar gokreclame op dezelfde manier.